Goedemorgen, lieve mensen. Dit is Lumeria met het weekendbericht van zaterdag 11 en zondag 12 juni. We gaan over naar de 60-cyclus. Zaterdag zitten we nog in de 59-14-5 energie. En dat is ook die balans zien. Afgelopen cyclus, die 50-cyclus, die gaat van 50 tot 59 en die begon al. Die begon op 2 juni. Dus eigenlijk even kijken, wat heb je gedaan vanaf 2 juni tot vandaag zaterdag 11 juni. En wat heb je bereikt? Wat heb je gedaan? Met wie heb je gesproken? Even een stukje evaluatie van die 9 dagen. Dat is soms wel heel fijn om dat te gaan doen. Zorg ervoor dat je open staat om nieuwe ideeën te ontvangen, maar ze ook te laten stromen, zodat je ook weet dat je er iets kan uithalen, dat je er iets door bereikt. Dat je niet alleen de auto gaat wassen, maar dat je hem ook even gaat poetsen, dat je alles meepakt. Ook de binnenkant. Gaat wassen. Ik val stil, hè? Ik krijg een vraag. En lieverd vraagt, ik vraag me af of er ooit mensen op de maan zijn geweest. Dat is een hele goede vraag. Kijk, ik ga mijn bot spelen. Ja. Het is echt heel belangrijk, maar dat kan niet in dit filmpje. Het is wel een teaser, hè, dat ik jullie nu geef. Nou, ga maar onderzoeken. Zondag 12 juli, een 60-60. En die 60-60, dat betekent die nieuwe cyclus van zorg, samenleving en gezin. Voeding, gezondheid, dat is belangrijk. Dus de komende, vanaf zondag tot, zal ik jullie dat vertellen, tot 9 dagen. Hè? Tot dinsdag 1, tot de zomerzonnewende, zitten wij in die 60-cyclus. Dan kan het dus in de maatschappij van alles plaatsvinden wat betrekking heeft op onze gezondheid, op wie wij zijn, onze voeding, dat soort dingen. Ik trek een kaart voor dit hele weekend en dat is de schildpad. 48. Haastige spoed is zelden goed. Absoluut. Even kijken. 48. Nee, dat is niet. Dat is bij mij een heel lang verhaal. Een schildpad is altijd een beetje langzaam, dus. Het is prachtig, prachtig wezen, die schildpad. Oerwezen, hè? Overblijfsel van de oertijd. Als we die hebben gehad. De spirit van de schildpad arriveert om je eraan te herinneren dat wanneer je doet wat je moet doen, op het juiste tempo, de rijkdom en de liefde je leven buitengewoon krachtig zullen groeien. Gisteren ook al zo'n rust, hè? Met de koala. Zet dus de ene voet voor de andere en vertrouw erop dat je plannen op juiste moment zullen uitkomen. Nu is niet het moment om te haasten en dingen te forceren. Beweeg je langzaam, wellicht zelfs zo langzaam dat het lijkt alsof je helemaal niet beweegt. Hebben jullie wel sparende schildpadden gezien? Een uitdaging. Misschien moet je eerst kruipen voordat je gaat lopen. Neem de tijd om de kracht van de schildpad te voelen en om na te denken over de weg die je volgt en wat je kunt doen in dit huidige moment. Het gaat toch weer voorbij. Deze kaart herinnert je eraan dat je soms beter wat kalmer aan kan doen, kunt doen. Als het voelt alsof je niet genoeg doet, weet dan dat wanneer je je simpelweg bewust bent van wat er nu gebeurt, dit al een belangrijke stap kan zijn om te bepalen of je je moet omdraaien of gewoon de ene voet voor de andere moet zetten. Ware liefde en waar succes komen alleen maar als je geduld hebt, is de boodschap van de schildpad. Focus je op het nu. En de volgende stap zal duidelijk worden. Alle goede dingen komen langzaam, zegt ze dan.
Dat is ook wel groot. Soms hebben zaken, letterlijk zaken, gewoon ook tijd nodig. Ik wens jullie een hele mooie dag. Ik ga nog twee berichtjes maken. En dan is het weer de cyclus rond. Mooi weekend. Doe rustig aan. Geniet van elkaar. En geniet gewoon ook van de dieren om je heen. Zo belangrijk. Dag lieve mensen.